Ik heet jullie van harte welkom terug. Wij gaan beginnen met 08. En hier moet ik wel even degelijk goed gefocust zijn. Want de koersen worden nu een stuk langer. En de vijanden zijn ook sterker. Niet dat ze die vulkanische dingen er wat aan kunnen doen dat ze me pijn doen. Het verandert niks aan de situatie. Even wachten tot de waterfontein uitgaat. En dan zijn we bij de halve glas. Probeer er maar even zo snel mogelijk doorheen te gaan. Daar is het mens, zo. En je wil niet dat hij je raakt. Geloof mij. Ik spreek niet uit ervaring dat ik door een vulkanische aswolk geraakt ben. Maar gewoon beter niet doen. Snap je? Dan was dat het eerste level van wereld 8. Wij gaan door naar wereld 8-2. Favoriete wereld uit favoriete level uit wereld 8. Dit is ook het minst moeilijk. Niet dat ik levels selecteer op mijn moeilijkheidsgraad. Dat is mijn lievelingsding zijn, maar dit level heb je ook het liefst dood, denk ik. Die dan opgesloten wordt en geblokt. En dan moet je hem naar de top dragen. Roding. Als we het spel bijna uitgespeeld hebben, dan betekent het niet dat je nu minder gefocust moet zijn. Je moet juist meer gefocust zijn. Want nu komen eigenlijk pas echt de moeilijke levels. Er zitten ook wel een paar lastige al tussen. In voorgaande gebieden. Nou ja, dat zijn gewoon uitschieters. Ik denk dat de gemiddelde Mario-speler wel redelijk door de eerste 7 werelden heen kan komen, maar ja, ik moet toch wel een beetje meer gevorderd in het spel zijn
wil je ook door wereld 8 heen komen? En als je ook goed gefocust blijft op dit daarom, is hij niet zo heel moeilijk. Maar dat stelt wel die voorwaarden in. Wacht tot het lava iets lager staat en dan pak het munt. Hier. Het mogen nodig zijn.
niet mijn sterkste eigenschap is. En dan ben ik afgeleid. Het was eigenlijk niet mijn bedoeling om een draaisprong te gebruiken, zodat ik ging vliegen en vast niet tegen de kant van hier was. Weer. Het was weer niet mijn bedoeling om een draaisprong te maken. Controle reageert op kleine, hou je mond eens, kleine bewegingen. Aflevering nummer 16.